Via de sociale media kwam de vraag binnen of het iets zou kunnen worden tussen jou en Michel, mocht jij als vrijgezel het huis zijn binnengegaan. Ik heb die vraag ook heel veel gekregen op sociale media, maar nee. Ik heb Michel ook direct als een broertje aangezien, omdat ik altijd iemand naast mij had zoals papa of mijn broer. En daar in het huis zocht ik zo'n beetje die mannelijkheid dat ik van in de buitenwereld had. En heb ik eigenlijk direct Michel zo gezien. Dus ik heb Michel ook op nog nooit een andere manier ook bekeken of gezien. Hij is heel lief en is echt mijn maatje daar, een allerbeste maatje geweest in het huis. Maar ik had er ook nooit een relatie mee begonnen, ook al was ik vrijgezel. Nooit. Sorry, maar nee.